Welkom op mijn YouTube-kanaal voor kappers. Mijn naam is Wolfgang Pepmeijer. Ik ben hoofdredacteur van Topair en trainer en partner bij Jump Management voor kappers. En dit is mijn 197ste vlog op zondag. En deze keer is het thema kiezen of verliezen. Ja, niet alleen onze branche zal in de komende jaren sterk veranderen door ontwikkelingen in de maatschappij. Dat is door corona nog eens versneld, zoals je weet. De behoefte van de consument om ook in de toekomst verzorgd te willen zijn, is en blijft een feit. Dus daar zal niet zoveel veranderen. Het is op dit moment alleen nog niet duidelijk welke rol de kapper in de toekomst zal spelen. Gaan straks mensen alleen nog maar naar de kapper om overtollig haar te laten verwijderen? Of blijft de kapper dé expert als het erom gaat ook de uitstraling van de klanten te verhogen? De vraag is dus, hoeveel klanten blijven bij de kapper geld uitgeven voor aandacht, gemak, service en voor een persoonlijke benadering? Met andere woorden, blijft de kapper dé beauty expert voor de consument of niet? Het lijkt er namelijk steeds meer op dat onze branche een soort bijklusbranche wordt met het doel om bij mensen overtollig haar te verwijderen. Door het online koopgedrag van de consumenten is verdere leegstand in winkelgebieden te verwachten, wat weer invloed heeft op kapsalons die daar gevestigd zijn. Ook dat is tijdens de pandemie in een versnelling terechtgekomen. Als je meer wilt dan alleen maar snel knippen voor een lage prijs, wordt duidelijk dat je dan met je kapsalon niet met alle winden mee kunt waaien. Als je ergens aan wilt komen tenminste. Vooral de veeleisende consument wenst duidelijkheid van het gekozen concept. De trend bestond al dat de consument langer wachtte om naar de kapper te gaan, maar bij een bezoek aan de kapper tot nu toe niet minder besteden, maar vaak zelfs meer. Als gevolg van de stijgende energieprijzen en de harde inflatie zou het kunnen dat veel consumenten in de toekomst minder vaak naar de kapper gaan en als ze gaan, daar dan ook nog minder besteden. Wat je nu zou kunnen doen is een keuze maken wat je eigenlijk echt wilt. Wie wil je zijn en voor wie ben je er? Voor welk soort klanten heb jij oplossingen? Zijn het de klanten die bij jou voor de snelle hap komen? Of zijn het mensen die op zoek zijn naar een beauty expert die hun problemen, wensen en behoeften begrijpt en deze mensen ook kan helpen? Sta eens stil bij je huidige situatie en maak concrete plannen voor de toekomst van je zaak. Ik vrees alleen dat veel zelfstandige kappers niets doen en verder afwachten. En niets doen is ook een keuze, zoals je weet. Als je niets doet, is je kans 80% dat je voor weinig geld moet blijven ploeteren. Als je wel in actie komt, is de kans dat het niet lukt maar 20% en dat het wel lukt 80%. Zo werkt het universele 20-80 principe nu eenmaal. Als je hierover meer wilt weten, over dit 20-80 principe, ga het dan googlen of schrijf een mail naar info@peptalk.nl en je krijgt van mij een artikel waar ik je uitleg wat dat betekent. En hier nog wat feiten en adviezen die ik je wil geven. De kosten zullen blijven stijgen. Het aantal kapsalons zal blijven toenemen. En de consument zal waarschijnlijk minder komen en per keer minder uitgeven. De concurrentiestrijd zal nog heftiger worden. Vooral onder de kapsalons die met een lage prijs concurreren. Kies ervoor om ook als een ondernemer te denken en te handelen, uiteraard. Kies voor onderscheidend vermogen en bied toegevoegde waarde en belevenissen. Kies voor een duidelijk concept. Laat zien wie je bent en voor wie je er bent. Maak dus keuzes. Lieve mensen,
Ik wens jullie voor volgende week heel veel wijsheid. En wij zien en spreken elkaar weer volgende week zondag. Dag.